Ja, Trans-B is een vijfjarig onderzoek samen met waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven in Limburg en Amsterdam. En wij onderzoeken samen met KWR in hoeverre doelen van circulariteit, energiezuinigheid, mooi wonen en klimaatbestendigheid gecombineerd kunnen worden. Dus het gaat niet om één transitie, maar om meerdere transities. De sleutelwoorden in ons project zijn koppelkansen en meervoudige waardecreatie. Dus daar doen we systemisch actieonderzoek naar en kijken we ook naar institutionele belemmeringen. Want nieuwe werkwijzen hebben ook institutionele veranderingen nodig. Die stellen we vast samen met de partijen. En als je die weet, dan kun je die ook makkelijker realiseren. Nou, onze rol is die partijen helpen zeg maar, nieuwe mogelijkheden te zien en ook manieren te vinden hoe die gerealiseerd kunnen worden. Via verdeling van kosten en baten bijvoorbeeld. En verder spelen burgers een belangrijke rol in ons proces, dus die worden ook daarbij betrokken. Maar het gaat dus niet alleen om het bouwproces, het gaat ook over het nadenken over nieuwe business cases. En het exploreren van mogelijkheden. Of het identificeren van risico's en onwenselijkheden. Nou, het leuke van deze locatie in Kerkrade is dat sloopafval van een flat die verbouwd is, gebruikt is om nieuwe woningen te maken. En die nieuwe woningen, die zie je hier, die hebben ook een speciale watervoorziening. En ze zijn van het gasnet af. Ons onderzoek gaat niet over het gedrag van consumenten, maar het gaat over de praktijken, werkwijze van professionals, hoe die kunnen veranderen. Maar dat is wel een manier ook hoe je, noem maar even, de circulaire markt moet gaan nadenken op de inhoud van, dat is wij als gemeente dan, van je openbare ruimte. Wat speciaal is aan dit project en misschien ook interessant voor andere projecten, is dat we heel erg precies kijken naar de denkwijze van partijen. En dus de aannames die ze hebben over wat hun business is. Ook de aannames die ze hebben over andere partijen en burgers. En die aannames, die worden getest en die worden aangepast. Als de aannames veranderen, dan kan er gewoon veel meer.